Echt mensen, wat een beest. Wat een prestaties, wat een kracht. Het is echt, ja echt geweldig dit. Dit is echt geweldig. Ferrari Spider, wat wil je nog meer? Ja, misschien een beetje zon. Maar ja, dit is echt fantastisch. Kopen dus. Ja mensen, welkom weer bij een pure luxe video. Wij zijn onderweg naar Zaandam, of eigenlijk zijn we er nu al. Wij gaan op bezoek bij DAS Import, DAS Automotive, dasimport.nl. Een van de grootste bedrijven in Nederland qua auto-import. En ik laat me eens even goed door de eigenaar Job DAS rondleiden en ook meenemen in het proces van de auto-import. En waarom je daar eigenlijk tot wel 40% vaak mee bespaart. We zitten nog steeds in de BMW 8-serie Grand Coupé, ook geen misselijke auto. Maar we gaan zo direct overstappen in een hele mooie rode Italiaanse exoot. U zal het zo zien. Komt u mee. DAS Automotive, even netjes de handjes. Daar zijn we weer helemaal bij. Job DAS. Oprichter, dag Floris. Eigenaar van welkom. DAS Automotive, ja, DAS Import, wat moet je zeggen? DAS Automotive is het moederbedrijf en DAS Import is eigenlijk onze meest gebruikte handelsnaam. DASimport.nl, hè? Ja, 300.000 auto's online. Klopt, klopt. En we gaan nu naar het beste bewaarde geheim van Amsterdam omspreken, vind ik eigenlijk. Ja. En dat bevindt zich boven. Ja, kom verder. Kijk, een Car Valhalla, zo mag je toch wel noemen? Ja, zeker weten. Zeker en, weten. Ja, toch een beetje een bewaard geheim hier in Zaandam. Hier staat ook gelijk, jullie kracht is natuurlijk eigenlijk een heel jong gebruikte auto importeren. Ja, wij importeren voornamelijk zeer jong gebruikte auto's. Tussen een half jaar en 3 jaar oud is eigenlijk het voornaamste. Ja. Weinig kilometers, wat nadruk op het hogere segment. En voornamelijk Duitsland, luxe auto's. Het scheelt bijna altijd wel iets ongeveer 40%. Dus het is eigenlijk altijd de moeite waard. Ja, die echt jonge auto's zijn vaak 40% goedkoper dan de nieuwprijs. Ja. Dus we hebben vaak auto's van een half jaar tot een jaar oud. Max 5 à 15.000 kilometer. Ja. En dan meestal 40% goedkoper dan de nieuwprijs. En je zit hier relatief net in? Ja, we zitten hier nu een jaartje. Ja, een jaartje. Oké. Nou, ja. We gaan er eens even doorheen lopen. Ja, alles wat hier staat is eigenlijk allemaal op bestelling. En dat het meeste is binnen een week weer weg. Binnen een week weer weg. Wat we hier beneden en boven hebben staan is de voorraad van een week meestal. En los van de import heb je ook af en toe auto's in conciliatie staan, waaronder deze Ferrari? Ja, klopt. We hebben eigenlijk van alle auto's die hier staan, hebben we er een klein aantal staan ook in conciliatie te koop. Ja. Die hebben we dan geïmporteerd vaak ook voor een klant, zoals deze een aantal jaar geleden. En die wil weer wat anders en dan zetten we hem te koop. Dit is een Ferrari, heb ik me laten aanhoren, uit Monaco 2018. Ja, deze 6.000 kilometer maar en voor €269.000 is dat ook alweer scherp. Dus hij staat er nog mensen, dus hij is nog te koop. Verder is het natuurlijk veel aflevering, wat je zegt, die kunnen dus over een paar dagen zijn ze zeg maar weg al. Klopt. We hebben hier dus een Bentley Bentayga staan en daar is eigenlijk al gelijk... het rekenmodel kunnen we daarop loslaten. Dit is volgens mij ook 2018, 15.000 kilometer. Kost volgens mij 2,57 en nu iets van 170. Het scheelde in ieder geval €90.000 bijna. Ja, dat scheelt een hoop geld vaak. Ja. Hey, we hebben eigenlijk iedere week weer andere voorbeelden. Maar in het luxe segment is het soms een ander percentage. Ja. Maar we doen alles van een Mini tot een Bentayga of een Ferrari. Ook de wat gewonere auto's die staan dus beneden, zeker. Zullen we ook ja. nog even langslopen. Het is ook een beetje een mancave hier, hè? Zeker, ja. Ik zie daar een pooltafel, een bar, hè? Dan gaan we natuurlijk zo direct nog even een drankje doen. Ja, dat kan, zeker. Hier heb je nog een Aston Martin staan, maar nogmaals, dat kan iedere dag wisselen. Een RS3 ABT zie ik hier staan. Je kan nog zo direct rustig even wat stils opnemen. Mart doet het altijd goed, die heeft er gevoel voor, die houdt ook van auto's. Sterker nog, volgens mij is dat zijn favoriete auto ever. Wat ik ook nog een goed voorbeeld vind, Job, is natuurlijk deze waanzinnig dikke Audi RS7. En dat is ook weer een goed voorbeeld, hè? Ja, zeker. Ja, dit is een heel jong gebruikte auto ook weer. Ja? Een half jaar tot een jaar oud, geloof ik, zoiets. En heel weinig kilometers. En je kent de getallen. Ik had gehoord december 2019, dus eigenlijk nog niet een jaar oud. Nieuwprijs van 260.
heeft nu 5000 kilometer gelopen, is nog niet eens een jaar oud en nu gaat hij weg voor 170. Dat scheelt dus 90.000 euro. Ja, klopt. Ja, dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Kijk, we kunnen er zo nog even omheen lopen, dat kan Mart allemaal doen, maar dit is ook een, dit model is ook net nieuw, hè? Het is echt gewoon, ik vind dit echt heel dik. Hier met dat geruitige leer en die rode stiksels. Maar in wezen kan je iedere auto importeren. Klopt. Het is ook Italiaans, het kan ook Duits zijn, maar het meeste is volgens mij Duits. Dit ligt er wel nadruk op de Duitse merken, maar we doen zeker ook andere merken. We doen veel Range Rovers, exclusieve auto's zoals Ferraris, maar ook Alfa Romeo's, noem maar op. Ja, ik wou zeggen, de Showbiz Quiz. U weet het nog wel van vroeger, die treden gingen aan, dat mist nog. Ja, zo simpel is het niet hier. Ik zie gelijk al je twee GLS'en. Ja, het zijn mooie auto's ook. Echt goede voorbeelden van de auto's die we kunnen importeren. Ja. Dit zijn echt interessante besparingen die mensen hier realiseren. Dus maar ook bijvoorbeeld die Mini die jij zei, een Mini Electric, natuurlijk ook relatief nieuw allemaal. Ook dat soort auto's beginnen al met een besparing van zeker 5000 euro. Ja, we importeren regelmatig Minis en je kan zomaar 5000 euro besparen. Ook, ook de net wat oudere auto's, tenminste dat noemen wij dan net wat ouder, van 3, 4, 5 jaar oud. Kan het ook ten opzichte van het Nederlandse aanbod echt zomaar ook op goedkope auto's 5.000 tot 10.000 euro schelen. Tot en met de prachtige Skoda Yeti. Ja, dat is ons draai je arm niet voor om. Het is gewoon besparen en gaan. Je doet veel met die Audi e-tron. Ja, we hebben op dit moment heel veel vraag naar de Audi e-tron. Ook 2019 modellen met een lagere bijtelling en sowieso ook in aanschaf echt gewoon een stuk goedkoper. Nou, naast ons, voor ons, links van ons natuurlijk die indrukwekkende autolift, hè? Dat heet zo? Autolift. Dat is een autolift, ja, klopt. En die is ook rood, dat refereert misschien een beetje aan waar we een proefritje in gaan rijden. Hij staat ook al omhoog, want de auto, u zag hem misschien net voorbij flitsen. Het is een Ferrari 488 Spider, volgens mij. Ja. En daarom gaan we ook weer naar boven lopen, want we gaan die auto gewoon even pakken. Dan gaan we wel even een ritje maken natuurlijk, want dat willen wij natuurlijk wel. Nou, dan moet jij maar even begeleiden, want dat moet ik erin steken, geloof ik. Dat komt goed. Kijk, zo'n sleutel, daar doe je het natuurlijk vaak om in je leven. Dus ik ga hem even door de showroom hier naartoe rijden, want ja, een stukje rijden in een Ferrari zeg ik geen nee tegen natuurlijk. En zeker niet in een 488 Spider. Hoppa, nou kijk jongens, scheuren door een showroom. Dicht. En dan ga je. Nou, zo zit je nooit in de Ferrari, zo zit je meerdere keren per week in de Ferrari. Ik had natuurlijk laatst die Ferrari 812 Superfast. Dit is een 488 Spider. Ik moet u eerlijk zeggen, het ging allemaal zo snel, ik weet niet eens hoeveel pk het is. Wellicht leuk dat jullie dat eventjes in de commands onder in de video zetten. Want ik weet het gewoon niet meer. Het is een 218 auto, hij heeft 6.500 kilometer gelopen. En hij is te koop voor 269.000 euro. Dan gaan we even. Hoppa! Echt mensen, wat een beest! Wat een prestaties, wat een kracht! Het is echt, ja, echt geweldig dit. Dit is echt geweldig. Ferrari Spider, wat wil je nog meer? Ja, misschien een beetje zon. Maar ja, dit is echt fantastisch. Kopen dus, huren dus, doe wat je wil. Het is, Ferrari is alles overtreffend. Zo ben je top. Maar je gaat niet zo opgegonden dat je zegt, ik moet nu ook een Spider hebben. Want is het nu, Spider heeft wel een hard dak, hè? Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is het bijna hetzelfde. Alleen als de zon schijnt, kan het open. Ja, klopt. Maar dan ga je haar door de war, dat wil je maar niet. Ik vind het mooi als je de motor achterin zit. Ja, dat was het verhaal. Ja. Dus die glazen plaat, zeg maar, die ligt niet in deze. Nee. Nee, dat is waar, joh.
Nou, na deze dolle, dwaze rit in die prachtige Ferrari krijg je natuurlijk wel een beetje dorst. Dus Job, zit er nog wat bier in die tap? Ja, ik kan je een biertje aanbieden, zeker weten. Doe je zelf ook wel even mee? Dan kunnen we misschien nog even een poeltje leggen. Ja, zeker weten. Zo, nou, Job. Proost, Floris. Proost. Op een volgende video wellicht, hè? Nou, gaan we eens even kijken wie er het beste is met de pool? Ja, gaan we doen. Dan moet er wel eentje ingaan natuurlijk, dat gebeurt niet. Jawel. Jawel, dus ik ben dus jij nu... Jij bent de hele nu. Ik ben nu de kleur, jij bent de band, hè? Ja. Ik mag gelijk door ook. Ja, nu moet je nog een hele. Kijk, die paarse die moet dus daar rechts in. Dan moet ik hem links raken, denk ik. Oeh, nou ja, dus het is Job is waar aan de beurt. Zeg Job, nog even over het importeren van een auto. Je hebt 300.000 auto's op de site staan. Dat klopt, ja. Je gaat dus op zoek naar een merk en een model en dan vind je de kosten en wat is allemaal inclusief? We hebben om te beginnen uitsluitend merkdealer aanbod, dus allemaal Duitse merkdealers. Alle prijzen zijn inclusief BPM en je kan zelf je gewenste dienstverlening daarbij selecteren. Oké. En dan importeren wij de auto voor je. En dat doe je al sinds 2005 eigenlijk, dus dat is eigenlijk 15 jaar. Ja. Hoeveel auto's per jaar doe je momenteel? Op dit moment gaan we naar de 3000 auto's per jaar die we importeren. Ja. Dus ja, dat is wel qua partijen in Nederland zijn jullie ook een van de grootste, dat weet ik. Ja, dat en ik vind een van de betrouwbaarste, maar dan denkt nu iedereen dat ik aan het lullen ben, maar dat is echt gemeen. Ik hoop vaak nog een keertje terug te komen hier, want er is zoveel leuk wisselend aanbod. En het is ook leuk om een keer het hele importproces van A tot Z in beeld te brengen. Ja, gaan we doen. Leuk. En ik ontvang je natuurlijk ook graag in mijn magazine, maar dan gaan we nog even over bakkelei, maar daar komen we vast uit. Nou, vond je dit nou weer een leuke video vanuit deze prachtige Ferrari? Doe dan even je duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal en zet dat alarmpje aan.